Het projectteam Naturally Natural heeft vandaag op het Albert Cameron Instituut het project Treatment and Trendy Looks for Natural Hair uitgevoerd. Er is een informatiedag gehouden over het op natuurlijke wijze verzorgen en in model brengen van haar en met name kroeshaar. De activiteit is uitgevoerd in het kader van de training Projectmanagement en ICT van Spang Macandra. Het projectteam merkt dat bij Creolen een grote groep jonge dames, na het basisonderwijs genoten te hebben, hun haar chemisch laat behandelen met alle gevolgen van dien. Zij willen daarom natuurlijke haardrachten promoten. Informatie daarover verspreiden en de samenleving stimuleren hun haar op een natuurlijke wijze te behandelen. Door informatie te verspreiden over hoe kroeshaar kan worden behandeld, wordt er ook een bijdrage geleverd aan de bescherming van het haar. Er is ook bewust gekozen om op het ACI de informatiedag te houden, omdat op deze school veel jonge mensen zitten die de informatie goed kunnen gebruiken.